Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Er zijn wolkenvelden boven ons land, maar dat blijft op de meeste plaatsen droog. En de zon die schijnt toch ook wel geregeld tussen die hoge wolkenvelden door. Aan het einde van de ochtend warmt het op naar 21 tot 23 graden en er staat niet al te veel wind vanuit het zuidoosten. En vanmiddag wordt het zomers warm met 25 graden in Noord-Holland tot 28 graden in Brabant en Limburg. En de wind draait geleidelijk aan naar het westen, dus op de stranden wordt het later vandaag iets koeler, maar het blijft vrij zonnig. Vanavond krijgen we meer wolkenvelden, maar het blijft droog en de temperatuur daalt naar 22 tot 25 graden. Het is nog een mooie zomeravond. En morgen is het weer anders. Het is wisselend bewolkt met vooral in de ochtend van tijd tot tijd regen. In de middag en avond blijft het meest droog en breekt de zon af en toe door. Maar met 20 tot 23 graden en een stevige westelijke wind is het minder warm. Maandag en dinsdag is het ook wisselvallig en wordt het ook 20 tot 23 graden. Er is wat zon en er zijn ook wolken met een paar buien. Woensdag blijft het droog, maar de temperatuur blijft steken bij 20 tot 23 graden. Ik ben Diana Boei van Weerplaza.nl.